zijn toch een pak ervaring kwijt en kwaliteit. We hebben veel jonge gasten erbij die enorm veel kwaliteit hebben, maar nog veel moeten groeien en nog gewend geraken aan derde klasse. Waarbij we nog twee sterkhouders hebben, Jesse en Dempsey, die heel veel voorbereiding niet meegedaan hebben, die nog moeten vechten op een best niveau te komen. Dat betekent dat je toch wel moet opletten dat we niet denken dat we de beste ploeg zijn, maar een goede ploeg zijn. En dat betekent dat we mee zijn, in de buik van het peloton. En dat is een goede start. Ik denk dat de mogelijkheden, dat we nog veel mogelijkheden hebben, maar we gaan moeten zien dat we eerst mee zijn. Dan vanuit een goed gevoel kunnen voetballen dan en dan we kunnen groeien. Er zijn enorm veel mogelijkheden, maar als je moet onder druk gaan spelen, dat je onderaan zit en dat je de punten heel nodig hebt, zal dat moeilijk zijn. Kunnen we blijven verder spelen als nu, dan denk ik dat we nog een mooie tweede ronde te wachten staat. Moet je dat stoel niet vast? Nee, maar moet je hand van achter de rug, man? Ja, ik pak het vast. Start! Oh, direct druk zetten, dat is lelijk. Had hij toch niet uitzenden? Start! Ja? Ja, dat is een beetje.
pijndruk. Goed, we hebben. Fuck!